We kennen de beelden van grote groepen mensen die op zoek gaan naar vermiste personen. Tijdens die zoektochten naar bijvoorbeeld Anne Faber of de 9-jarige Gino is een cruciale rol weggelegd voor het veteranen search team. Zij zorgen ervoor dat die acties gestroomlijnd verlopen. Deze kisten zijn voor mensen die echt op linie door het gebied heen gaan. Zo krijgen ze een hesje, ze krijgen een stok zodat ze ook niks aanraken. Uh, zes jaar geleden was het een oproep uh, zeg maar voor militairen of oud-militairen om mee te zoeken naar Faber. Daar heb ik op gereageerd en uiteindelijk uh, ben ik niet meer weggegaan. Dit werk is hartstikke belangrijk. Ik bedoel, uh, kijk, we ondersteunen de politie. Ik moet moeten voorstellen, uh, zes jaar geleden zijn wij begonnen en uh, toen was eigenlijk het idee dat we misschien één of twee keer ingezet zouden worden per jaar. Nou ja, afgelopen jaar zijn we al uh, 109 keer ingezet. En dit jaar al 15 keer. Het gevoel is gewoon dat je echt de maatschappij ondersteunt. En helpt met het zoeken naar vermisten. En hopelijk dat je iemand gewoon weer thuis kunt brengen. Het liefst natuurlijk levend. En u wilt, daar uh, gaat u ook het voorstel toe indienen, dat zij structureel overheidsgeld krijgen. Want nu krijgen ze alleen nog geld van, van, van donateurs. Hè? Ja. Zijn ze van gulle donaties afhankelijk. Kunt u eerst vertellen, u bent een paar keer op bezoek geweest ja, bij dat klopt. team? Nou, ja, dat? Kijk, ja, heel indrukwekkend moet ik zeggen. Hoe professioneel het is opge, opgezet. Hè? Dus de, de spullen, uh, de opleiding die, die de, de vrijwilligers ook krijgen, maar ook de omvang. We hebben bijna 2600 mensen die daar kunnen worden opgeroepen. Ik vond dat echt, echt indrukwekkend. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook bij de politie dat er grote gaten vallen. We hebben het net al over gehad dat er, dat er veel ja, werkzaamheden van de politie gewoon wegvallen. En we zien helaas vandaag de dag veel vermissingszaken. Ja, en dan is het, hoe mooi is het dan dat je mensen die heel gemotiveerd zijn kan oproepen op elk moment van de dag. om gestructureerd te komen helpen zoeken? Want dat zijn niet zomaar mensen. Ja, het zijn natuurlijk mensen die, nou ja, uh, het zijn veteranen... of mensen klopt. die bij de politie hebben gewerkt ja. bijvoorbeeld. Ja, dus zij, zij weten ook heel goed hoe het is... om gestructureerd uh, in, in, in open terrein uh, te kunnen zoeken. Dus het gaat niet als allemaal kippen zonder kop rondlopen. Nee, het wordt echt professioneel gecoördineerd ook. En niet alleen met mensen die met prikkers de natuurgebieden ingaan... of, of met, met waterpakken het water ingaan... maar ook met, met drones, onderwater drones, met satellietbeelden. Uh, dus het is echt heel professioneel opgepakt. Het is uh, alleen nu nog... Uh, uh, nou ja, nog afhankelijk van allemaal incidentele donaties, dat is natuurlijk mooi. Alleen, ja, omdat we er nu zoveel en zo gestructureerd gebruik van maken, dat het ook zoveel meerwaarde heeft aan de samenleving, zeg ik, ja, dan zou ik het mooi vinden als de overheid. Uh, daar ook een, uh, een bijdrage aan gaat geven. Precies, want hoe vaak worden zij nou ingezet? ongeveer? Nou ja, kijk, het, het idee was een paar keer per jaar. Uh, maar nu het jaar is net begonnen, ze zijn nu al 15 keer ingezet. Vorig jaar al, nee, al ruim 100 10. keer. Ja, ruim precies. 100, ja. ja, dus dat, dat, dat is enorm veel. Uh, dus we weten gewoon dat, dat helaas er toch in de toekomst ook vermissingen plaats zullen vinden. En dat helaas er nog een groot capaciteitsakkoord bij de politie is. Uh, en ook een, een grote vraag van veteranen die graag zingeving willen hebben in hun leven. Dus dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Nou, als je dat bij elkaar kan brengen, en het gaat om een relatief klein bedrag, dan zou ik zeggen als Nederland uh, knijp in je handen met dit mooie initiatief en laten zorgen dat het structureel wordt ondersteund. Ja, waarom zijn juist veteranen hier uitermate geschikt voor? Ja, dat is wat Dirk ook al zegt. Ze zijn gewend om gewoon heel gedisciplineerd en gestructureerd te, te werken. Ze zijn natuurlijk ook gewend om buiten te werken... in moeilijk toegankelijke gebieden en mm -hmm. uh, ook dag en nacht. Dus ze uh, zijn... zijn echt bij uitstek geschikt voor dit soort zoekacties. En uh, ze willen inderdaad ook maatschappelijk betrokken blijven. Veel veteranen zijn ooit in het leger geweest of bij de politie om iets voor Nederland mm. te doen. En ze willen op deze manier iets voor Nederland blijven doen. Dus mij lijkt ook, uh, zeker in deze tijden, hè, waar we eerder hebben al gezien, de politie heeft tekorten. Dit lijkt me echt uh, voor een relatief klein bedrag en een heel mooie investering. Ja. Nu gaat het om. Nou, u wil dan twee keer 300.000 euro per jaar. Hè? Dus ja. vanaf twee uh, begrotingen. Um, is het niet een beetje weinig? Als het dan zo van belang is en dan en u zegt, nou, het is relatief weinig geld. Ja. We, hè, dus het is belangrijk om het te geven, maar het is ja. niet. Ze hebben eigenlijk nog veel meer nodig. Ze hebben inderdaad meer nodig. Alleen wat ik als CDA belangrijk vind: het is een maatschappelijk initiatief. Ik vind het ook altijd mooi als je een, een deel. Openlaat zodat ook mensen vanuit de samenleving, bedrijven of particulieren deze initiatieven ook blijven steunen. Want je ziet wel vaak, als er een mooi initiatief is en wij gaan het als overheid helemaal doodknuffelen, dat dat soms ook wel weer juist de motivatie uit zo'n initiatief slaat. Dus ik vind het belangrijk dat we een groot deel structureel gaan doen, maar het zou, ik vind het ook wel belangrijk dat maatschappelijke initiatieven ook zelf altijd nog de prikkel houden om zelf ook in de, in de samenleving geld op te gaat halen. Hoe gaat u het voor elkaar krijgen? Heeft u genoeg medestanders in de Kamer? Nou, ik heb het een paar maanden geleden al geopperd in de, in de debatten. Nou, zowel minister Jezilges als minister Olongeren vonden het geweldige initiatieven. Uh, en die waren het ook met me eens dat het structurele bijdrage verdient. Ook in de Kamer was er brede steun. Ja, ik moet helaas wel zag, zeggen dat door de formatie nu, de, de, de partijen die dat aan het formeren zijn, nu een beetje de kaart tegen het bos te houden. Van ja, we willen geen uitgaven doen, zo lang een formatie loopt. Ik denk, ja jongens, dit is, gaat om een relatief klein bedrag. Grote maatschappelijke impact, wat eigenlijk niet kan wachten. Laten we dit gewoon fixen. En wat kunnen ze met dat geld? Nou eh, ja, onder andere. Uh, het gaat onder andere op aan, aan materieel. Hè. Dus, uh, ze hebben voertuigen nodig, onderhoud aan de voertuigen. Ook. We hebben gehoord hoe vaak het wordt ingezet. Dus materieel slijt ook. Uh, gaat het gaat onder andere om drones, om, om auto's, om accu's voor die drones, uh, om de hesjes. Uh, daar hebben we het vooral over, om huisvestingkosten. Uh, dus eigenlijk niet aan mensen of, of duurbetaalde banen. Het gaat vooral echt over materieel wat gewoon ja, slijt.